Goedemorgen, daar ben ik weer. Ik ben Wilma Vervoort, ik zit nog steeds in Zuid-Afrika. En ik denk dat ik eind augustus naar huis kan met de KLM. Dus dan, neem me niet kwalijk, moet ik dit mooie land achter me laten na dan inmiddels 7 maanden. Het is mooi geweest. Zoals jullie weten ben ik bezig met een onderzoek naar de plaatsmoorden en ik heb gigantisch veel reacties gehad uit binnen- en buitenland. Sommige verhalen zijn ronduit hartverscheurend, omdat het mensen betreft die zelf zoiets hebben meegemaakt. Ofwel dat het een familielid van hen is overkomen, die het al dan niet overleefd heeft. En je haren gaan ervan rechtop staan. Mensen vragen me ook van, ja, maar wat gebeurt er nou eigenlijk tijdens die plaatsmoorden? Is het nou echt zo verschrikkelijk? Ik heb natuurlijk veel gelezen en ik ben weggebleven van de filmpjes en de afgrijzelijke foto's. Niet omdat ik mijn kop in het zand wil steken, maar omdat ik me al genoeg kan voorstellen hoe het eraan toe gaat. Maar om een paar voorbeelden te noemen, wat er gebeurt met slachtoffers is. Ze worden vaak gigantisch mishandeld en er zijn voorbeelden bekend van mensen met meer dan 150 steekwonden die gevonden werden met een hooivork die in hun hoofd zat. Vrouwen waren kapotgeslagen, flessen of aangescherpte bezemstelen in hun vagina waren gestoken. Mensen die gescalpeerd werden, mensen waarvan de lichaamsdelen werden afgehakt en die vervolgens een soort legpuzzel werden neergelegd. Mensen in hun gezicht zijn geschoten, met een hamer zijn geslagen totdat ze onherkenbaar zijn. Het is meer dan verschrikkelijk. Die overvallen duren vaak uren. Het is zelfs bekend dat die daders ondertussen gewoon eten voor zichzelf klaarmaken. En waarom kunnen ze daar uren aan de gang blijven? Omdat die boeren natuurlijk zo afgelegen zitten dat er geen kip is. Of geen haan, moet je dan zeggen, die ernaar kraait. Er wordt relatief weinig buit gemaakt en daarom wordt er ook gezegd die plaatsmoorden zijn niet hetzelfde als de gewone roofovervallen, hoewel ze daar wel vaak onder worden geclassificeerd. Er wordt één motief genoteerd voor een overval en als een dader maar één keer zegt, ik wilde ook geld hebben, dan wordt de rest eigenlijk genegeerd en dan wordt gezegd, oh, het is een roofoverval. Een roofoverval zoals die overal kan overkomen, dus je moet niet zeuren als jij op je boerderij wordt overvallen, je bent gewoon één van de velen. Er wordt dus heel makkelijk voorbij gegaan aan al het volkomen afgrijzelijke geweld wat er op die slachtoffers wordt toegepast. En ook het feit dat vaak een deel van die buit die wordt meegenomen, een eindje verderop gewoon wordt gevonden. Er wordt ook heel vaak gezegd door officials van ja, die boerderijen die worden aangevallen door mensen die daar werken, die zijn dan heel slecht behandeld. Het blijkt heel vaak dat die mensen die daar werken, als die in de buurt zijn, net zo behandeld worden als de boeren zelf. En over het algemeen kunnen ze niet aantonen, maar in een heel klein percentage, als ze die mensen opgepakt hebben, dat die inderdaad werkzaam waren op die boerderij die zij overvallen hebben. Wat ik wel heb gezien is een video van een recruiter, zoals hij heet. En hij ronselt medewerkers van een boerderij om informatie prijs te geven zodat de overvallers beter beslagen ten ijs komen. Die man die is daar trots op, hoe hij dat vertelt, echt je haren gaan overeind staan. Hij vertelt ook, ja luister eens, natuurlijk worden er kinderen verkracht terwijl die ouders toekijken, want als wij alleen maar zeggen dat we die kinderen verkrachten als zij het geld niet geven, dat werkt niet, want ze denken dat doen wij toch niet, maar dat doen we dus wel. Want ja, dan gaan ze immers praten. Ondertussen glimlacht hij erbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het is een afgrijzelijke situatie. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die mij van allerlei situaties onder de aandacht willen brengen. Nu ook de corruptiegevallen en de hijackings die hier plaatsvinden, waarbij mensen uit hun auto worden gesleurd. Of juist worden meegenomen en ook gruwelijk worden toegetakeld. Maar ik blijf me op die plaatsmoorden richten. En ik denk dat mijn verschil in aanpak zal zijn dat ik probeer de uiterste te vermijden. Er worden hier suggesties gegeven dat het blanke genocide is. Haden tegen de menselijkheid. Aan de andere kant van het spectrum zijn mensen van ja,
Die blanke Zuid-Afrikaners die willen gewoon de apartheid terug, toen zij het voor het zeggen hadden, en ze willen voorkeursbehandelingen. Nou, kijk, op het moment dat je op die twee flanken zit, komt er natuurlijk nooit meer een zinnige discussie. Want iedereen gaat met zijn hakken in het zand en probeert zijn of haar standpunt te verdedigen. Terwijl ik denk dat er gewoon aandacht besteed moet worden aan het feit, hoe kunnen we nou die moorden stoppen? Want behalve het feit dat ze gruwelijk zijn, zijn ze ook nog heel stom, omdat de boeren hier voor een groot deel van de voedselproductie zorgen en voor de werkgelegenheid. Dus het levert ook een economische schade op die zijn weerga niet kent. Ik heb inmiddels contact gehad ook met een aantal mensen die het verder op willen gaan pakken, ook op politieke vlak. Vanwege het zomerreces kan dat nog even duren, maar we zijn ermee bezig. We blijven ermee aan de gang. Het moet op de kaart komen. En ook al zijn er mensen die tegen me zeggen, Wilma, hou er nou mee op, want je krijgt er spijt van. Je mag straks Zuid-Afrika niet meer in of uit. Ik denk dat het wel meevalt en misschien niet, maar dat zie ik dan wel weer. In ieder geval houden wij contact. Blijf me volgen. Wil je me iets laten weten? Wilma@wilmavervoort.nl. En wat ik ook tegen mensen zeg, ik zit niet te wachten op bloeddorstige foto's, op bloeddorstige video's. Ik wil ook geen enorm racistische of zelfs maar lichtelijk racistische opmerkingen van die zwarte altijd zus of die witte altijd zo. Er wordt al genoeg over dat soort dingen gepraat op dit moment en ik denk niet dat het iets bijdraagt aan mijn aanpak. Dus als je daar, als je die kant op wil, moet je niet bij mij zijn. Nou, kijk naar mijn video, deel het vooral, lees mijn artikelen op wilmavervoort.nl en ik hou jullie op de hoogte. Tot de volgende keer.